Jongeren hebben moeite met het vinden van betrouwbare informatie op internet. Minder dan de helft van alle leerlingen is in staat informatie op websites kritisch te beoordelen. Dat blijkt uit cijfers van de Monitor Jeugd en Media 2017 van Kennisnet. Foto. Kinderen zijn over het algemeen handig met digitale apparaten, maar ze overschatten wel vaak hun eigen vaardigheden. Wat we zien bij deze leerlingen, dat is dat ze zichzelf digitaal vaardiger denken dan dat ze eigenlijk zijn. Ja. Dus als je vraagt, kan jij informatie op een betrouwbare manier vinden op internet? Dan zien we dat deze leerlingen zeggen, ja dat kan ik. Maar ga je dan die vaardigheden in de praktijk ook echt testen, zoals we hebben gedaan? Dan zien we dat ze dat in mindere mate kunnen dan dat ze zelf denken dat ze dat kunnen. Ze vinden het vaak lastig om te beoordelen of informatie die ze online vinden klopt. Op deze VMBO-school leren ze digitale vaardigheden zonder daar al te veel de nadruk op te leggen. We hebben gemerkt dat bij het aanleren van digitale vaardigheden aan onze VMBO-leerlingen dat het heel erg belangrijk is om ze te plaatsen in een realistische en herkenbare context. Dus door een kookles te combineren met werken op de computer leren kinderen sneller en beter met digitale informatie om te gaan. Overigens blijkt ook uit het onderzoek dat leerlingen hun digitale vaardigheden vooral ontwikkelen in hun vrije tijd en niet op school.